Hallo. Klimaat in Zuidoost-Azië en Indonesië. Welke klimaatfactoren bepalen nou de temperatuur en neerslag in die gebieden? Nou, een belangrijke klimaatfactor daar is de breedteligging. Eigenlijk ligt heel Zuidoost-Azië wel redelijk in de buurt van de evenaar. Verder heb je natuurlijk nog hoogteligging, gebergtes die zaken blokkeren, de ligging aan zee of juist er ver vanaf. Hoewel, er ver vanaf, Zuidoost-Azië heeft ook heel veel zee. De meeste gebieden liggen gewoon in zee, of zijn eilanden of zijn schiereilanden. De breedteligging bepaalt de temperatuur, maar het is niet zo'n simpel verhaal. Het klimaat wordt er sterk beïnvloed door de seizoenen. Vooral als je wat verder van de evenaar afkomt, dan krijg je een halfjaarlijks wisselend wind. Dat komt weer door het verschuiven van de intertropische convergentiezone. Dat ga ik nu behandelen en ik hoop dat je na afloop het goed begrijpt. Nou, hier heb je Zuidoost-Azië. Indonesische eilanden hier, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi en Java. En hier natuurlijk Thailand, hier heb je Maleisië, Vietnam, Laos en Cambodja. Voor we beginnen moet je de algemene fysische principes kennen die het klimaat mede bepalen. En ik begin even met de zon. De zon straalt lichtenergie naar het aardoppervlak. Het aardoppervlak wordt erdoor geraakt en het aardoppervlak gaat er een warmte uitstralen. Dus de atmosfeer wordt verwarmd van onderaf. En naarmate de lucht dan stijgt, koelt hij weer af, verliest hij weer energie, waardoor het hier bovenin koud is. Tweede principe, water geeft minder warmte af dan land. En dat komt omdat als de zon het water beschijnt, dan dringt het ook het water in, de warmte blijft hierin. Slechts zo'n 10% van de energie wordt weer teruggekaatst. Terwijl over land tot wel 80% van de energie wordt teruggekaatst. Daarom warmt de atmosfeer boven landmassa's veel sneller op. Derde algemene principe. Warme lucht stijgt op. Vierde principe, al genoemd, hoe hoger in de atmosfeer, hoe kouder het wordt. Vijfde principe, in lucht zit waterdamp. Dat is niet gecondenseerd, maar koelt die lucht af, dan krimpt die in, krijgen die waterdeeltjes niet voldoende ruimte en dan krijg je condensatie. En het zesde en laatste en belangrijkste principe is what goes up must come down. De lucht stijgt, op een gegeven moment moet die weer naar beneden en daar vormt zich dan een hoge drukgebied. Eigenlijk is het verkeerd getekend. Hier ontstaat het lage drukgebied, hier ontstaat het hoge drukgebied. Deze koude lucht warmt weer op. Zet uit, kan meer vocht bevatten. Daarom is het hier vaak droog. En hier is het nat. Vanwege de condensatie in de wolken. Let op, dit is wel vlak bij de evenaar. We beginnen met de situatie in december. De zon schijnt dan het zuidelijk halfrond het sterkst. Op deze plek is de loodrechte zonnestand. 23,5 graad zuidelijk breedte. En het landmassa van Australië ontvangt de meeste energie. Dus hier verwacht je eigenlijk het lage drukgebied. Deze tekening is een soort gemiddeld weer. Meestal in december bevindt de intertropische convergentiezone, de zone van lage drukgebieden, zich op deze plek. En dat is ook inderdaad waar je hem verwacht. Hij ligt ietsje hoger dan dat je hem verwacht, maar hij ligt inderdaad boven het noorden van Australië. En daar is dan ook de regen op dat moment. Wat mij opvalt is dat ook Indonesië veel regen heeft op dit moment. Het is niet de warmste plek, maar het ligt wel te midden van een hele warme oceaan. Nou, hier heb je het weerbericht van Gerrit Hiemstra. Weerbericht van eind december. En wat zie je? Inderdaad zie je dat een droge tijd in dit deel van Zuidoost-Azië, een natte tijd boven Indonesië en hier boven Australië, daar verwacht je eigenlijk een lage drukgebied. Nou, we gaan even kijken of het daar werkelijk is. Zie je de regen boven Indonesië, de droge tijd boven het vasteland van het noorden van Zuidoost-Azië. En boven Australië zelf zie je dat het lage drukgebied liggen. Het ligt daar, boven het noorden. En daar zit ook wat regen. Dus het model voorspelt
dat de intertropische convergentiezone ongeveer boven Australië, noorden van Australië ligt. En dat ligt het ook daadwerkelijk. Gaan we naar het voorjaar, laat ik zeggen april. In april schijnt de zon loodrecht boven de evenaar zelf. De evenaar loopt hier door het gebied heen. Dat betekent dat de zon nu loodrecht boven Indonesië schijnt. Dat betekent eigenlijk dat hier niet zo heel erg veel regen verwacht wordt en hier eigenlijk geen regen meer, maar dat het nu vooral geconcentreerd is boven Indonesië. Nou, de situatie in het voorjaar is inderdaad zoals je hem zou verwachten. De intertropische convergentiezone bevindt zich in de buurt van de evenaar. Dat is ook het warmste gedeelte. Indonesië heeft een nat seizoen. Hier begint al wat regen te komen. Hier is het nog droog. Australië heeft nog wat regen. En dan gaan we even kijken of dat klopt. Wat je op het plaatje kan zien is dat regen ligt boven Indonesische eilanden. Het zuiden is droog, opvallend droog. Hier zijn al wat buitjes. Typische situatie in het voorjaar, trouwens in het najaar, is die hetzelfde. Je ziet de regen boven Indonesië, je ziet ook al wat regen in het noordelijk deel van Zuidoost-Azië. En hij gaat zo naar Australië en dan zal je zien dat het daar een stuk droger is. Zie je? Australië is nu echt droog. De regen ligt echt boven Indonesië. De situatie in april. Je ziet ook de hoge druk. Hè? De hoge druk die gevormd wordt als gevolg van die lage drukgebieden. Die lucht stijgt daar. Komt dan weer terug. Doet dat eigenlijk 30 graden ongeveer verderop. Vormt daar een hoge drukgebied. En op die plek ontstaat dan een droge tijd. Gaan we kijken naar de situatie in juli en augustus. Dan schijnt de zon loodrecht boven het noordelijk halfrond. Hier boven India, boven Vietnam en de Filipijnen, en Thailand. En op de 23,5 graad noordenbreedte. Het langjarig gemiddelde geeft dan aan dat de intertropische convergentiezone hier duidelijk, zelfs voorbij de keerkring is gekomen en hier boven zee. Niet omdat zee minder opwarmt, minder warmte afgeeft. Nou, je verwacht dus hier de regens op dit moment. Indonesië pakt ook nog wat regens mee. Maar hier onderaan is het juist een hele droge periode. En ik zal nu ook even de winter intekenen. Kijk, de hoge drukgebieden hier boven Australië. De lucht wil naar de lage druk toe. En de lage druk ligt daar. Dus de wind gaat stromen naar die kant. Afwijking naar links op het zuidelijk halfrond. Afwijking naar rechts op het noordelijk halfrond. Hier heb je een woestijn. Dus hier op dit brengt droge lucht in de richting van Indonesië. Dus het zuidelijke deel van Indonesië heeft een niet zo nat seizoen. Het is niet helemaal droog. Maar er komt veel droge lucht uit Australië. Dus dit is echt het AW-klimaat. Het is hier winter en dus een kleine droge periode. Vervolgens gaat die wind over die hele oceaan, de Indische Oceaan. Komt dan hier aan land. Heeft hij wel veel vocht meegenomen. En dan veroorzaakt hij hier de zomermoesson, de natte moesson. Bovendien zijn er nog gebergtes hier waarop stuwing plaatsvindt. Laat het weerbericht naar hetzelfde beeld zien. Nou, het zuiden van Indonesië zie je, is hier ook droog. Dus die wind komt uit Australië. Er zit veel vocht op het noordelijk halfrond, ongeveer op de lijn. Ongeveer op die lijn zie je het meeste regen liggen. De lage drukgebieden liggen daar ook. Dus precies volgens het model. Hier zie je een behoorlijk droge periode. Je ziet ook de wind waaien. Je ziet hem hier aflandig waaien. Waardoor het zuiden van Indonesië een droge periode doormaakt. Dus het klopt fantastisch. En kijken we nog even naar Australië. Dan zie je dat het inderdaad een hele droge periode doormaakt. Hier het zuidelijke deel van Indonesië, idem dito. En die wind zal ik ook nog even intekenen. Die wind gaat dus van de hoge druk hier naar de lage druk die daar ten noorden ligt. Afwijkt naar links op het zuidelijk halfrond. Buigt dadelijk om naar rechts. Maar het levert in elk geval dat deze droge lucht vanuit Australië hier op dat moment een droog seizoen veroorzaakt. Wat we net bekeken hebben, dat speelt allemaal hier rond de evenaar. Hier heb je die stijgende lucht, de dalende lucht, de hoge drukgebieden en dan de wind die gaat waaien. En met de seizoenen verplaatst zich dat natuurlijk naar het zuidelijk halfrond in januari en dit gaat naar het noordelijk halfrond in juli.
Ik laat het even zien, omdat het ingewikkelder, wereldwijd is dat ingewikkelder. Je hebt ook een polaire cel, je hebt ook een tussencel. Dit is het klimaat wat wij natuurlijk hebben. Je zit echt in dit gebied, en daar concentreren we ons op. Dit gebied dus. En wat je hier aan deze kant hebt, heb je natuurlijk aan die kant ook. En door dat schuiven krijg je verandering van windrichting. Dit gebied heeft nu een wind vanuit die kant. Maar als dit hele gebied daar is komen te liggen, krijgt dit gebied de wind uit die kant. Zeg maar in het noordelijk deel van Zuidoost-Azië, in Thailand en in Vietnam speelt nog iets anders. Twee systemen komen, twee verschillende manieren van regen komen eigenlijk samen. Omdat het zomer is, heb je hier stijgingsregens. Die ontstaan gewoon door opstijging van lucht. Maar de lucht komt er ook uit zee. En dan komt hij aan land. En je hebt daar natuurlijk gebergtes, uitlopers van de Himalaya. De lucht stijgt nog eens een keer ook. Krijg je ook nog eens een keer stuwingsregens. Dus dat is eigenlijk dubbelop. En omdat daar natuurlijk ook bergen zijn, heb je ook leizijdes. Dus daar op dat land, in het noorden van Zuidoost-Azië, krijg je deze processen. Conclusie. Breedteligging is erg belangrijk in die gebieden, maar vergeet niet dat de temperatuur en de neerslag van het gebied ook bepaald wordt door zijn hoogteligging, hoe hoger hoe kouder, door de ligging nabij zee of juist niet, door de windrichting, komt hij uit zee of komt hij van het land, maar dat heeft natuurlijk ook met de breedteligging te maken en de blokkade die gebergtes kunnen vormen voor lucht die uit een andere regio komt of de leizijde. Nou, dat was het. Ik hoop dat je het begrepen hebt en anders kijk je hem gewoon nog een keer. Veel succes!